Goedemorgen en van harte welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. Het was nog eventjes de vraag of het vandaag buiten kon, maar het is droog en het is zacht. Dus dat is heel erg fijn. En op de achtergrond, dan zien jullie al de prachtige herfstnatuur van ons uitzicht hier. Dus zolang het buiten kan, ben ik er heel graag buiten bij. Nou, goedemorgen als je er live bij bent. Rian voor het eerst vandaag. Wat superleuk. En het thema van vandaag leek mij nou eens even toepasselijk om verbinding met jezelf te maken. In feite is dat elke morning setup. En hoe gek het ook klinkt, het is niet altijd vanzelfsprekend. Want we zijn natuurlijk vaak met onze aandacht bij de ander, bij de buitenwereld. En vandaag dus het thema verbinden met jezelf. Zoals gebruikelijk kun je blijven zitten, maar als je in de gelegenheid bent om te staan, dan wees van harte welkom om met mij te komen staan. En eerst eventjes gewoon te voelen hoe dat is vandaag, jouw contact met de aarde. Dus, ja, zoals gebruikelijk, draai ik mijn scherm een beetje bij. Gaat net. Ja. Zo. Nou, dat geeft mensen de gelegenheid om er nog even live bij te komen. Dus als je bent komen staan, dan mag je lekker je voeten op heupbreedte zetten. En eens eventjes voelen hoe jouw voeten contact maken met de aarde. En wat je kunt doen is een klein beetje zo heen en weer rollen. Ja, dat kunnen jullie net niet zien, hè? Ja, verbinden met jezelf. Mooi thema, ja. Dus zo kan je mijn voeten ook zien. Dus rol eens een klein beetje heen en weer. In jouw tempo. En met de bedoeling om jouw perfecte balans te vinden voor de dag. Nou, de haan doet ook al mee. En als je dit een paar keer gedaan hebt, dan vind je rust op een balanspunt wat voor jou voor dit moment het meest grondend voelt, het meest aanwezig. En dat kan zijn dat je je gewicht iets meer naar achter wilt hebben, iets meer in je hielen. En voel maar wat voor jou een goede balans is. En zodra je goed staat, kun je visualiseren dat je, hè, met je verbeeldingskracht, dat je als het ware wortels uit je voetzolen hebt groeien die diep de aarde ingaan. En stel je maar eens voor dat dat wortels zijn van licht. En die wortels zie je de aarde ingroeien langs alle lagen, totdat ze bij water komen, heilige water, diep in de kern. En dat jouw wortels zich ook kunnen voeden met dit water, met deze aarde. En via jouw wortels stel je je voor dat die kracht, die energie, die voeding, dat die via je voetzolen ook binnenin jouw lichaam komt. En je hoeft niet je hart je best te doen. Het enige wat je hoeft te doen is het uit te nodigen, het toe te laten. En omdat gevoel van naar binnen stromen, wat kracht bij te zetten,
gaan we dat met onze handen begeleiden. Dus wat je mag doen is wat energie opwekken in je handen. Op een manier die voor jou goed voelt. Je kan gewoon zo over elkaar wrijven. En je mag het ook zo doen. Want wat je op die manier doet is nog extra je hartsenergie opwekken. Precies aan het eind van onderaan je middelvinger, die bolling hier. Net daaronder, daar zit het punt om je hartchakra te stimuleren. Dus als je daar wrijft, dan geef je nog een extra liefdevol tintje mee hieraan. En wat je mag doen is met je handen, als je erbij kunt, dat hoop ik, anders buig je lekker je knieën. Begin maar bij je rechtervoet, om als het ware met je vingers en je handen aan te raken op jouw been. En op die manier naar boven te trekken. En de aanraking kan je op verschillende manieren doen. Je kan het doen met je vingers als een harkje. Dan zet je iets meer kracht. Maar je kan het ook zachtjes doen. En voor mij voelt vandaag zachtjes beter, maar je mag zelf kiezen. Dan pak je eerst even de linkerkant, zodat we gelijk opgaan. En voel maar hoe je handen contact maken met je benen. En hoe je je daarbij kunt voorstellen dat je de verse energie vanuit de aarde eigenlijk hier onderin in je onderbuik kunt opslaan. En als je dat allebei één keer gedaan hebt, één keer je rechterbeen, één keer je linkerbeen, dan voel je heel even na in je lichaam. Hoe is het met je balans? En hoe is het met je ademhaling? En voordat we nog een keer naar de benen gaan, spreid je je armen uit, allebei omhoog. En adem eens even lekker in. En breng het via het middenlijn, de middenkanaal, weer naar jouw bekken. En als het goed voelt om te zuchten of om nog andere delen van je lichaam te bewegen, luister daar maar naar. Ik ben slechts een guide, een gids. Maar niet degene die voor jou kan bepalen wat voor jou goed voelt. Dat is jouw lichaam. Dus luister maar naar je lichaam. En mijn lichaam geeft aan, oh lekker, nog een beetje rollen met de schouders en mijn nek bewegen. En ik wil ook wel nog één keer zo'n ademhaling doen. Dus haal maar lekker adem als dat ook goed voelt voor jou. En dan stel ik voor dat we nog een keertje naar beneden gaan om via jouw been als het ware te visualiseren dat de aarde-energie en de energie van het water, dat die bij jou naar binnen komt. Dus je mag je knieën buigen zoveel je wilt. Je mag ze ook iets gestrekt houden. Voel maar wat voor jou goed is. En dan begin je bij je enkel, bij je voet. En maak eens even heel liefdevol contact met dit deel van jou, van jouw lichaam. Wat jou altijd draagt, wat veel te verduren heeft. Dus hou maar vast. En geef een beetje liefde. En dan kom je omhoog langs je been. Terwijl je voelt hoe je handen of je vingertoppen contact maken. Pak één hand aan de buitenkant en één hand aan de binnenkant. En breng het dan over je heup en je schaambeen naar je onderbuik. En dan rust je om te voelen wat dit gevoel in jouw lichaam brengt. Misschien voel je wat tintelen, misschien krijg je een gevoel van warmte of begint het te pulseren.
Kijk maar eens of je gewaar kunt worden van subtiele sensaties in je lichaam. En dan doen we hetzelfde nog een keer aan de linkerkant. Dus ook hier weer, begin maar bij je voet. Je enkel om te voelen. En even gedachten zeggen als het ware aan je voet. Die zoveel voor jou doet. Die je draagt, die je overal heen brengt. En dan, als het goed voelt voor jou, begin je omhoog te bewegen op de manier die voor jou goed voelt. Eén hand aan de binnenkant van je been, één hand aan de buitenkant van je been. En dan via je schaambeen en de buitenkant van je heup, breng je dit naar je onderbuik. En nu heb ik twee handen gelegd, eigenlijk een beetje in het verlengde van mijn liezen. En voor de mensen die wel bekend zijn met Reiki, die kennen zo'n handpositie wel. En geef jezelf via je handen een groot hallo. Een groot welkom en een dankjewel. En je kunt je nu ook voorstellen dat je uit je handen, via die energie die we net hebben opgewekt, dat je uit je handen een helder wit stralend licht bij jouw lichaam naar binnen laat stralen. Helende energie, lichte energie. En de ganzen op de achtergrond raken al helemaal excited. En voel maar of dat voor jou kloppend is, of je dat fijn vindt. En misschien denk je, nou, wat een onzin. Dan laat het. Dan hou je alleen je handen hier en geniet je van de rust en het contact van je hand met je onderbuik. Maar als het je lukt om de intentie te zetten om helende energie te sturen en in de vorm van een helder licht om al jouw cellen, atomen, als het ware te voeden ook met dat vanuit jouw lichtende wortels. Als dat lukt, dan geniet daar maar van en zie maar hoe dat licht dan verder en verder en verder stroomt. En laten we dat ook kracht bijzetten met onze handen. Dus je kan je beide handen boven op elkaar leggen en laat die omhoog stromen. Tot onder je kin langs. Over je gezicht. Tot helemaal naar de achterkant van je hersenstam. Daar hou je het heel even vast in dit gebied. Aan de onderkant van je schedel, waar het harde overgaat in het zachte. Daar zit het gebied van jouw autonome zenuwstelsel. Van dat oeroude brein van ons, wat verantwoordelijk is voor ademhaling, spijsvertering, hartslag, voor al die automatische processen waar je meestal niet bij stil hoeft te staan, tenzij er iets misgaat. En door hier even te verbinden, laat je als het ware weten aan jouw zenuwstelsel dat je er bent. Dat je aanwezig bent, bewust bent van jouw lichaam, van wat er zich in jouw lichaam afspeelt. En dan laat je je handen langs je nek naar beneden gaan. Kruislinks. Ja, misschien kan ik het beter één hand per één hand doen. Dus laat je rechterhand naar beneden gaan. Kruislinks naar je heup. En je linkerhand over je nek. Kruislinks naar je rechterheup. En dan ontspan je. En voel nog even na hoe het nu voelt in je lichaam.
En of je helemaal hier bent, of je verbinding kunt maken met jouw lichaam en met jouw hart. En dan tot slot, leg je je linkerhand op je hart, je rechterhand op je onderbuik. En laat bij jezelf dan opkomen wat vandaag een fantastische dag voor jou zal maken. Dus wat is jouw intentie voor vandaag om jezelf een fantastische dag te bezorgen? Misschien vind je het fijn om wat speelsheid uit te nodigen, wat gemak, wat lichtheid, wat zachtheid voor jezelf. Vertrouwen, ook zo'n mooie kwaliteit. Laat het maar naar je toe stromen. Zet een intentie voor jouw dag vandaag. Herhaal nog één keer heel diep adem. En laat het allemaal maar los. En met deze zachte, subtiele morning setup hoop ik dat je de verbinding met jezelf weer hervonden hebt. Voel maar na wat er nodig is in je lichaam, wat jouw lichaam vraagt. Ik ben iets over de tijd, zie ik. Ja, Rian, je bent er live bij. Geweldig. Hartstikke leuk. Als je dat fijn vindt, dan mag je nog wat achterlaten in de chat over hoe je je nu voelt. Of wat ik ook leuk vind, is om jouw intentie voor de dag terug te lezen. En dat kan je nu zowel live doen als je er live bij bent. Hoeft geen lang verhaal te zijn, gewoon één woord of een paar woorden. Of je de verbinding met jezelf nu meer voelt. Ik wel. En Roos is er ook bij gekomen en Carlijn. Ja, heel, heel leuk. En ja, balans. Inderdaad, balans. Gewoon het staan, even bewust staan, is natuurlijk al een daad van liefde. Om even in het hier en nu te komen en de verbinding met jezelf te hebben. Nou, hoe het ook zij, ik wens je een fantastische dag. En ik zie je heel graag weer bij de volgende morning setup. Namaste. En Rian zegt nog, dankjewel. Was een fijne tinteling op je hoofd. Ja, al die energieën die door je heen stromen. Heerlijk, geniet er maar van. En tot de volgende keer. Dag allemaal.